Op zondag 20 februari was er een leuke muzikale middag in Gemeenschapshuis de Noord in Castres. Muziekvereniging Sint-Willibrodus organiseerde haar jaarlijkse mokconcert. Muziekopleiding Castres, het MOK, laat leerlingen van groep 5 en 6 op allerlei manieren kennis maken met musiceren. En tijdens het concert laten deze leerlingen dan horen wat ze geleerd hebben. Maar ook de vaste leden brachten leuke en vrolijke muziek ten gehore. Jongens en meisjes, ik kijk eventjes naar achteren. Groep 5 en 6, zie ik al een beetje klaarstaan. Van ons programma gekomen, ga ik het volgende doen. Draai jullie eventjes om en dan geven we met z'n allen een heel erg hard applaus aan ons orkest. Oké, dan draaien jullie om en dan vraag ik iedereen om een daverend applaus voor groep 5 en 6. We gaan drie stukjes spelen en daarmee laten we een beetje zien wat we met slagwerkjes allemaal kunnen. We kunnen namelijk heel swingende stukjes spelen, maar we kunnen ook bijvoorbeeld een sprookje vertellen.